In het meerjarenontwikkelingsplan MOP zijn er 225 strategische actiepunten opgenomen die in de komende 4 jaar moeten worden uitgevoerd. Deze actiepunten zijn uitgewerkt in thema's die weer zijn uitgezet in gebieden zoals onderwijs, volksgezondheid, mijnbouw en handel. Danny Latschman, directeur van het Planbureau Suriname, gaf gisteren in een webinar van de kenniskring uitleg over de nieuwe werkwijze van het MOP. Waarbij wij hebben geprobeerd dat elastiekje te strekken. Wat bedoel ik daarmee? De hoofdmoot van onze economie heeft altijd bestaan uit voornamelijk deze lijn hier, met relatief weinig toegevoegde waarde. We halen er relatief weinig geld uit, om het maar even grof te zeggen, naar industrieën, dat is deze lijn hier, met wat meer toegevoegde waarde. Creative industries, services, procesindustrie, etc. Een heleboel mensen zullen vragen van, ja, maar wacht eens even, waar komen dan die SDGs in? Nou, we hebben die SDGs helemaal geïncorporeerd in het meerjarenontwikkelingsplan. Dus ze zijn een onlosmakelijk onderdeel van het MOP. En het zijn ook zaken, de SDGs zijn ook aspecten waar zeg maar, Suriname zich mondiaal aan heeft gecommitteerd. Op basis hiervan zijn er keuzes gemaakt, zegt Latschman, waarna de beleidsgebieden zijn uitgezet op een tijdslijn. Alle plannen zijn gebaseerd op data die vanuit verschillende bronnen zijn verzameld. Latschman noemt enkele concrete zaken die zijn opgenomen in het MOP. Er moet bijvoorbeeld zo snel als mogelijk een local content beleid, een wet op local content komen. Een office die zeg maar, zich ook met local content gaat bezighouden. In het bijzonder als het gaat om de offshore oil en gas industrie die razendsnel op ons afkomt. We willen productschappen instellen voor rijst, voor fruit en tuinbouw, voor hout, voor toerisme. Er moet een productiekredietfonds komen. Die wet wordt binnenkort aangeboden. Versterking van de NOB, waarbij NOB ook veel krachtiger naar het publiek toe gaat om haar producten aan te bieden. Public sector reform. Daar wordt heel veel over gesproken en vaak alleen in de trend van oké, we moeten mensen uit overheidsdienst weghalen. Er is veel meer wat erbij komt kijken. Je moet niet alleen die overheid efficiënter maken. Je moet ook de processen binnen de overheid moet je gewoon soepeler, transparanter en simpeler maken. Verder noemt Latschman nog als maatregelen het afbouwen van de export van rondhout en het overstappen op verzaagd hout. Het weer vergemakkelijken van de familieoverdracht van gronden en het invoeren van de bruto toegevoegde waarde BTW. Ook op het stuk van de wetgeving moeten er diverse wetten worden aangenomen.